Vandaag zoek ik de rust van het land van Maas en Waal op. Ik bezoek een klein dorpje onder de rook van Drutte. Het is het dorp van de Oude Toren op het Verhoogde Kerkhof. Het dorp van de grote karakteristieke nieuwbouwwoningen en het dorp van B&B het Postenhofje. Dit is B&B in Puiflijk. Wendy, we zitten nu hier buiten in jouw tuin. Hè? Heel soms wordt hier het ontbijt, begreep ik, geserveerd. Ja, klopt. Ja, alleen met heel mooi weer. En ja. Voor heb je nog een zitje waar de gasten kunnen borrelen en lekker zitten. Ja, klopt. Maar allereerst wil ik weten, waarom heet het het Postenhofje? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. De straat heet De Postenhof. En we hadden het Postenhofje. Ik ben van de verkleinwoordjes. En dat vond ik gewoon leuk klinken. En dat is het. Het is niet zo dat het iets met het verleden heeft te maken, dat hier een oud postkantoor heeft gestaan. Dat is niet. Ik heb wel onderzoek daarna gedaan bij de gemeente. En ik heb zelfs een aantal oude mensen hier in het dorp benaderd, of die dat misschien wisten. Want zo lang woon ik hier nog niet. Dus het is echt een, ja, de naam van de straat en dan verkleind. Ja, leuk. Ja. Je zegt, ik woon hier nog niet zo lang. Ik weet dat jullie hiervoor eigenlijk liever naar Italië wilden gaan voor een bed and breakfast. Ja, daar heb je goed gelegen. Maar dat is dus niet doorgegaan? Nee. Klopt, maar het idee is nooit weggegaan. Dus toen dit op ons pad kwam en hier een mogelijkheid bleek te zijn dat je hier een B&B mocht starten, hebben we het toch hier gedaan. Maar het is heel leuk wonen hier. Puiflijk is echt heel dorps en we zitten gewoon heel centraal. We zitten natuurlijk dicht bij Nijmegen, dicht bij Tiel, dicht bij Den Bosch, dicht bij Arnhem. Als we ergens naartoe willen voor andere dingen, dan ben je er ook zo, binnen een half uurtje. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Suzanne en Colette, hè? Ja, klopt, ja. Jullie hebben vannacht hier geslapen. Ja. Hoe was het? Ja, heerlijk. Heerlijk rustig hier. En misschien zie je het straks nog, maar als je de gordijnen open doet, zie je gelijk de paardenwei en de fruitbomen. Heerlijk. Ja, zeker. Ja, ja, ook omdat het mooi weer is natuurlijk. Ja. Je kijkt dit gewoon allemaal heel mooi hier. Ja. Ja, we hebben lekker geslapen. Mooie kamer. Ruime badkamer. Of douche eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. Ja. En het bed. Want dat is ook altijd heel belangrijk. Ja, lag heerlijk. Het is een elektrisch bed. Dus je kan ook nog lekker omhoog naar beneden. Daarmee je. Echt een verwedderij. Ja. Ja. Ja, leuk. En jullie zijn hier voor één nacht? Ja. Ja. En wanneer zijn jullie dus gisteren gekomen? Ja. Ja? Ja. En waarom komen jullie naar Puiflijk toe? Ja, het ligt heel centraal in het land van Maas en Waal. Dus heerlijk om te fietsen hier over de dijken, de Maasdijk, de Waaldijk. Ja, en dan kom je hier aan en dan lekker buiten zitten, wijntje erbij. Nou bestaat die droom dus al heel lang voor een bed and breakfast. Ja, waar komt zo'n droom vandaan? Ja, zo'n B&B. Ja, ik heb daar op de een of andere manier altijd al heel leuk gevonden. Wat is er dan zo leuk aan? Ja, nou het met name is gewoon het mensen willen verwennen. Willen verrassen met leuke kleine dingen. Ik hoef echt niet elke dag een schouderklopje, maar het is wel erg leuk om terug te horen dat mensen het leuk vinden en dat ze het naar de zin hebben. Ja, dan ga je alleen nog maar meer je best doen, weet je. Ja, het werkt echt heel stimulerend. En iedereen is ook anders. Elke gast is hetzelfde. En het feit dat ze ook weer terugkomen, dat zegt ook wel weer genoeg. Dus ja, het is echt heel leuk om te doen. Ga je gang, hè? Ja. Oh, goedemorgen. 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 Ik kom nog even een yoghurtje brengen. Lekker. Oh, het ziet er ook weer heerlijk uit. Ja. Dankjewel. Met lekker fruit erop. Ja. Maar dan beginnen we daarmee. Ja. Wij waren benieuwd, Wendy. Zijn het eetbare bloemetjes? Ja, die zijn wel eetbaar. Maar dames, hebben jullie goed geslapen? Ja, heerlijk. Ja? Zeker. Ja. Okay. Nee, fantastisch bed, leuke kamer. Okay. Ja. Ja. Leuk om te horen. Ja, en al die details heel erg leuk. Dat boekje wat je daar hebt liggen. Nou, dan zou ik zeggen, ga lekker. Ja, het ziet er heerlijk uit. Ja, dat gaan we zeker doen. Iets kan bijvullen. Ja. Willen jullie altijd een stukje aansnijden of willen jullie dat dadelijk zelf doen? Nee, voor mij mag je hem aansnijden. Toch? Ja? Okay. Wil jij het zelf doen? Ik heb liever dat het gedaan wordt. Okay, ik ga even een les. Het is altijd zo erg als er iets moois opgedeeld. Ja, en dan moet je ook aan je zelf snijden. Ja. Valt al dat fruit eraf. Ik ben daar nu niet zo goed in. Ik zou het ook wel haar laten doen. En? Ja. Heerlijk. Ja? Ja. Echt heerlijk. Waar ben je het meest trots op?
Ja, dat het zo goed loopt en dat er gewoon echt heel veel mensen ook terugkomen. En een mooier compliment kun je eigenlijk niet krijgen. Waar komen de mensen voor dan? Waarom komen ze in hemelsnaam naar Puiflijk? Het is een heel klein dorpje, maar mensen komen ook meer door de omgeving. En dat is zo divers, want je kunt hier prachtig fietsen met knooppunten. Je kunt hier ook heel mooi wandelen. Je hebt hier verschillende klompenpaden, maar wat ook erg bijzonder is, is de Walk of Wisdom. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Vertel maar wat de Walk of Wisdom is. Nou, het is een pelgrimstocht van 136 kilometer. Die loopt rondom Nijmegen en wij zitten aan de route. We zitten er iets vanaf. Vorig jaar heb ik hem toevallig ook zelf gelopen. Echt geweldig. Ik heb hem met mijn uppie gedaan. En omdat ik het nu zelf heb gelopen en hier kwamen al heel veel wandelaars van de Walk of Wisdom. Ik heb bijna gelijk al een klik met die mensen. Je weet nu waar je het over hebt. En zo van, heb je dat ook gezien? Heb je dat? Ja, ik kan het bijna niet uitleggen. Ja. En als jullie dan een bed and breakfast normaal boeken, hè, waar let je dan op? In de ligging wel. We hadden hier wel gezien dat we hier best wel centraal liggen. Centraal in Maas en Waal. En centraal in het land ook wel een beetje. Dus je hebt eigenlijk van hieruit best wel veel mogelijkheden om van hieruit naar Nijmegen te gaan, naar de stad. Of om te fietsen, zeg maar. Mooie routes te fietsen. Ja, water trekt ook, hè? Dus de dijk trekt. Struinroutes langs de Waal. Ja, je hebt hier best veel te doen ook, hè? De Maas, inderdaad. De struinroutes, maar ook. Je kan ook nog een bootje huren of zo. Dus als het echt warm is, dan kunnen we ons nog. Heeft een bootje. Ja, heerlijk. Ja. Ja, deze sprak ons aan. Ja. Dus, het valt ook zeker niet tegen. Heb je hem zelf gebakken? Ja. Lekker. En is het een gewone standaard cake? Nee, het is een frambozencake met stukjes witte chocolade erin, maar die zijn gesmolten. Maar hij is één van mijn favorieten. En run je hem dan ook alleen de bed and breakfast of doet heel je gezin mee? Nou, het is wel een beetje mijn dingetje. Maar mijn man is wel mijn steun en toeverlaat achter de schermen. En als er is wel eens een keer dat ik er niet kan zijn op de een of andere manier. En dan neemt hij het van me over en dan vindt hij het net zo leuk. Dus hij is er echt voor me. En de kids, in het begin liet ik ze ook elke gasten nog een handje geven bij het welkom eten. Maar daar heb ik losgelaten, want daar moet je niet willen. Daar heb ik losgelaten. Hun doen hun dingetje en ik doe mijn dingetje. Dus en dat is prima. Ja. Dat vindt iedereen prima. Dus, ja. Heb je nog een tip? Ik kan het niet bedenken. Nee, dat is een koelkastje. Je kan wat drinken pakken als je nog tussendoor wil. Je hebt hier een eigen ruimte. Ja. Nou, wat we ook heel erg belangrijk vond, is dat we een eigen ingang hebben. We hebben een sleutel. Ja. En we kunnen gewoon zelfstandig naar binnen. Ja. En we hebben gewoon ook heel veel leuke tips van wat je hier in de buurt kan doen. Ook maar waar je eventueel kan eten, 's avonds. Puiflijk is niet veel, maar in Druten en zo, waar je gewoon wel lekker een hapje kan eten. Dus als je een cijfer zou mogen geven tussen een 0 en een 10, welk cijfer verdient deze bed and breakfast? Ja. Ik zou zeggen een dikke 10. Ja. Ja. Het is echt een top locatie. Ja. 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 En waarom een 10? Ja, het is allemaal perfect, vind ik. Ja. Ja. Ja, ik kan niet iets bedenken wat, wat ik anders zou willen. Ja, echt de gastvrijheid vind ik van Wendy. En de betrokkenheid en, absoluut, en de rust. Ja. Gewoon een mooie omgeving. Ja. Ja. Maar kijk hier maar rond. Ja, het is gewoon perfect. Ja, absoluut. Ja. Ben ik helemaal mee eens. Ja.